Je kiest voor met Friesland, waarom? Ik heb al een aantal jaar bij AVO in het eerste gespeeld met als doelstelling daar de hoofdklasse te halen. Toen kon ik vorig jaar, zeg maar nog voor dit seizoen, kon ik naar een andere club toe ook om hoofdklasse te spelen. Toen gekozen het niet te doen om bij AVO te proberen. En uiteindelijk is het toen een jaar weer niet gelukt, heb ik gezegd van nou, dan is dit mijn moment om, om de hoogte erop te zoeken. En uiteindelijk toen de keuze voor met Friesland gemaakt. Wat voor speler ben jij? Ik ben een aanvaller, spits. En nou, ik moet ook de puntspeler van de tegenstander ook uitschakelen. Ik loop veel voorin. Zo'n wedstrijd van vandaag, hoe beleef je die aan de kant? Ja, lastig. Eigenlijk wil je zelf natuurlijk spelen. Maar ook wel mooi dat de jongens die, nou, om het zo maar te zeggen, even voor mij spelen, die doen het gewoon goed. Dat is goed om te zien. Dus er wordt nog weer een gevecht om straks terug te komen. Maar goede tegenstander vandaag. Ze hebben met Jelle Steenbeek dan echt een topper. Je ziet dat je daar erg moeilijk mee hebt. Maar al met al, ja, ik denk niet eens dat je heel ontevreden mag zijn. Terugkijken op de veldwedstrijden, ja, geweldig gedaan, hè? Ja, ontzettend boven verwachting. Ik had er zelf totaal geen rekening mee gehouden dat we het zo goed zouden doen. We hebben nu 10 punten en als ik kijk, hadden dat er op zich ook nog wel meer kunnen zijn. Dus ja, we staan steady tweede en alles gaat boven verwachting, alles gaat goed. En als ik vergelijk met hoe we begonnen, gaan we eigenlijk alleen maar beter. Dus ik zie niet in waarom we nu zouden moeten stoppen. Wat verwacht je van de zaalcompetitie? Lastig, want er zitten best wel een aantal andere ploegen bij ons in. Ik weet niet hoe ik die in moet schatten. Met AW, DTV heb je dan. Die hebben het vorig jaar erg goed gedaan, playoffs gespeeld. En Dalto ook dan. Nou ja, die vorig jaar ten nauwe nood niet gepromoveerd. Dus ja, we gaan zien. Ik vind het lastig te zeggen. Op het veld merkte je wel dat je veel tegenstanders wel redelijk gelijkwaardig waren. Maar dan gewoon goede wedstrijden speelt en er toch overheen gaat. Ik hoop gewoon dat we top 3 mee kunnen doen. En daar gaan we voor. Veel succes. Dankjewel.